Vorig jaar heb ik een boek gepubliceerd, Waar geen wil is, is een weg. Dat is voor de meesten intuïtief een beetje problematisch, maar het is altijd leuk om met paradoxen te werken. Dus hier begint in ieder geval, daarmee heb ik geprobeerd iets aan te geven wat ik met een subtitel noem van egosofie naar ecosofie. Met andere woorden, dat ego dat zit ons een beetje in de weg, vandaar ook het Oosterse denken. Ja. Dus ik heb een lange tijd in Japan gezeten, ik heb een internationale vechtcarrière achter de rug, zou ik maar zeggen, voordat ik keurig professor werd. Maar ik heb wel iets geleerd in Japan. En dat heeft onder andere te maken met die Bushido. In het boek laat ik zien dat er één grote opgeklopte boel is, die Bushido trouwens. Maar ik heb wel er middenin gezeten. Al die oude mannen die denken dat ze echt in een hele lange traditie staan. Maar wat voor mij interessant was, was namelijk dat dit Waar geen wil is een weg, dat eigenlijk iets uitdrukt wat in onze cultuur erg belangrijk is. Je zou het heel simpel kunnen zeggen, op psychologisch niveau zou je kunnen zeggen, waar geen wil is, is een weg. Dat betekent zoiets van, wij willen zo ontzettend veel. Het wordt wel tijd dat we iets minder willen. Even simpel gezegd. Politiek-economisch betekent dat ook. We willen zo ontzettend veel, het wordt wel tijd dat we iets minder willen. En spiritueel heeft u het al door. We willen zo verschrikkelijk veel, het wordt tijd dat we iets minder willen. Dat is een beetje de inzet van het hele gebeuren. Ik ga dat helemaal uitwerken, dus dat wordt allemaal heel duidelijk. Maar dat is het simpele. Met andere woorden, ons verlangen, wat wij aan ons ego toedichten, om het even heel snel te zeggen, wordt totaal geformateerd door onze economie. Zo simpel is het gewoon. Onze politiek wordt gewoon gedicteerd door corporate. Zo simpel is het gewoon voor mij. Dus dit is nogal een stevige kritiek op het hyperkapitalisme, zou ik maar zeggen. Maar daar gaan we vandaag niet over praten. We gaan over ons zelfbewustzijn praten. Want volgens mij gaat het over zelfbewustzijn en over technologie. Daarom vind ik het leuk dat ik in Delft ben. Goed, ik heb geprobeerd in dat boek te laten zien dat denken een veel breder gebeuren is dan alleen maar dat ergens in je rationeel in je hoofd iets gebeurt. Dat denken heeft ontzettend veel lagen. Ik ben zelf filosoof, zit in Rotterdam, Erasmus. Maar het heeft zeg maar allemaal lagen. En ik heb geprobeerd aan de hand van de analyse van de Japanse samenleving en de manier waarop die in een uitwisseling toen het opengebroken werd met het Westen, dat Westerse denken heeft overgenomen, hoe daar al die lagen eigenlijk nog aanwezig zijn. Ik heb dat genoemd lichaamsdenken, doodsdenken, nietsdenken, identiteitsdenken, differentiedenken en tussendenken. Dat identiteitsdenken hebben we niet zo'n problemen mee in het Westen, dat is Wilders, om het maar even heel simpel te zeggen. Dat differentiedenken, dat is mijn specialiteit, dat is Derrida, Foucault, Deleuze. Al die Franse denkers die dat gecritiseerd hebben. En volgens mij moeten we een stuk verder gaan en moeten we nog een slag maken naar het tussendenken. Als je daar namen op wil plakken, zou je Bruno Latour kunnen nemen, Isabel Stenger en Hannah Arendt. Dat zijn de filosofen die daar een beetje achter zitten. Die andere denken, dat nietsdenken, dat is ook een beetje westers. We hebben daar een ander woord voor, dat noemen we nihilisme. Wij zitten een beetje vast met z'n allen, we weten niet meer wat we moeten doen. En op de een of andere manier roepen we steeds van, is there anybody out there? Die God is dood, nobody out there. Dus we staan allemaal op de escalator te wachten. Verlichting. Dus wat ik geprobeerd heb is de Oosterse en Westerse verlichting in elkaar te schuiven. Uiteindelijk leven we natuurlijk in een globale wereld waar die verlichtingen al lang in elkaar doorlopen. Er is zoveel uitwisseling aan alle kanten. Dus gewoon nonsens te praten over het Japanse denken, het Chinese denken, het Westerse denken. Dat zijn allemaal gedachtes die al lang op een discursief niveau door elkaar heen zijn gaan lopen. In mijn boek leg ik minutieus uit hoe het eigenlijk onze perceptie van Zen-boeddhisme een voorgeformateerd gegeven is geweest in het Japan, waardoor wij dachten, zo, nou, dat klopt precies. Klopt precies. Want die bodhisattva lijkt een beetje op die egomane, zeg maar, westerse individu, wat zijn verlichting bereikt. Zit heel subtiel in elkaar, maar dat kunnen we niet op ingaan. Maar in ieder geval probeer ik te laten zien dat die Oosterse verlichting, gaat het snel? Is het oké op de TU Delft zo snel? Lukt dat? Oké. Dus dit is de Oosterse verlichting, al die termen die erbij zitten, nirvana, bodhisattva, samsara, karuna. Het zijn allemaal begrippen die je allemaal moet eiken vanuit die cultuur zelf. Maar je ziet al dat daar een heleboel verschuivingen in plaatsvinden. Maar we hebben altijd het idee dat die Oosterse verlichting haak staat op die Westerse verlichting. Die Westerse verlichting is om dat autonome subject, dat individu dat zegt, dat bepaal ik zelf wel. Dat egomane, dat staat eigenlijk haaks op dat juist dat proberen, dat breken van die begeerte, wat onder dat ego ligt in het Oosten. En zo lijken ze elkaar uit te sluiten. Ik denk niet dat dat het geval is. Vandaar dat ik dus probeer in een soort interculturele move, die twee manieren van in de wereld zijn, laten we het even zo zeggen, in elkaar te schuiven. De Westerse verlichting kennen we even heel snel. Dat is een heel groot begrip, maar heel complex. Hè? Natuurlijk, we zijn ontzettend trots op onze allochtoon, Spinoza. Dus die heeft dat dan zeg maar erin gezet. En het probleem is nog niet opgelost hoor. We hebben nog steeds het probleem. Maar van Spinoza, of nou ja, laten we Hobbes ook maar een paar credits geven. Dus Hobbes tot en met Marx is er een enorm proces in gang gezet met een Schotse verlichting, met een Franse verlichting, een Nederlandse verlichting en ook nog een keer een Duitse verlichting waar Kant
het bestand van de opmaak uiteindelijk. Dat is eigenlijk het hele complexe gegeven van de verlichting. Maar interessanter dan die gedachtenwijzers is natuurlijk uiteindelijk dat die moderniteit, en die begint bij mij bij 1800, dat die moderniteit die verlichting materialiseert. Die materialisering zit natuurlijk in de politiek. De moderne politiek is erop gebaseerd. Maar vooral zeg maar, op een bepaald idee van vooruitgang. Wij hebben een idee van vooruitgang. Wij denken echt dat alles zeg maar, beter wordt. En dat hebben we te danken aan dat verlichtingsdenken, aan een bepaalde historische opvatting van de geschiedenis. En een bepaalde, Habermas zou zeggen, een progressieve cumulatie van collectieve leerprocessen, zullen we maar even zeggen. Dus dat proces is doordacht door mensen als Hegel, als eerste. En uiteindelijk is dat door Marx op een politiek-economische basis gezet. We hebben in ieder geval het idee dat we altijd vooruitgang naar een punt toe. Dat heet aan het einde van de geschiedenis. We hebben een heel debat over gehad over de 90 jaar. Fukuyama heeft dat erin gezet. En op de een of andere manier vormt zich in die emancipatie met tegenslagen en list van de reden. En op een gegeven moment het overwinnen van jezelf en daardoor leren. Dat leerproces, dat emancipatorische proces, dat is eigenlijk kenmerkend voor de moderne tijd. Wij zitten aan het eind van dat proces. De grote vraag is, zijn wij geëmancipeerd en zijn wij verlicht? Mijn antwoord is gewoon nee. Simpel. De grote vraag is, hoe hebben we onszelf dan zo kunnen belazeren? 150 jaar lang. Dat is de vraag. En nog steeds, want we staan nog steeds die roltrap te roepen. Hé, kan er iemand even erbij komen? Dus dat doen we ook in het bedrijfsleven. Hè? Doen we het ook met zo'n flop. Denim PDCA-cirkel. Dus plan, do, check, act. En dan zijn we beter, snappen het beter. Dan doen we het nog een keer. En zo wordt het steeds beter. Heel lean wordt het dan uiteindelijk allemaal. Dus dat zijn allemaal processen die gewoon in ons dagelijks leven aanwezig zijn. Daar werken we mee. Weten we niet, maar we doen het wel. Daarom zitten we ook op de TU. Als je van de TU komt, dan ben je slimmer dan als je er begint. Dus er zit een psychologisch idee van dat je slimmer wordt. En we denken ook nog steeds met Hegel dat hoe redelijker, hoe zedelijker. En dat is de grote vraag natuurlijk. Wat natuurlijk in de 19e eeuw vooral de uitdrukking van die moderniteit is technologie. Simpele zaak. Dat wat hier gebeurt op de TU Delft is de uitdrukking van moderniteit. Je kunt wel heel veel mooie gedachten hebben, maar die zullen zich moeten materialiseren in de manier waarop het dagelijks leven georganiseerd is. Dus als ik een ijskast wil hebben, dan ben ik veel verlichter als ik geen ijskast heb. Al die technologie is ontwikkeld in de loop van die moderniteit. Hier staan er een aantal. Hè. Dus de fiets en de... Nou ja, goed, je kent het allemaal, hoef ik jullie niet te vertellen. Dus zijn alle andere uitdrukkingen van die technologie tot en met de microchip uiteindelijk. Dus, of de transistor. Dus uiteindelijk hebben wij een aantal dingen doorgemaakt waar dit het eindproduct van is. En we hebben natuurlijk de laatste 40 jaar hebben natuurlijk een immense versnelling. Het heeft plaatsgevonden door digitalisering en door globalisering. Met andere woorden, die wereld is door die technologie helemaal verbonden. Alles zit aan alles vast. One way or the other. Deze man had het door in 1964. McLuhan. The medium is the message. Die snapte dan een middel, een technologisch middel, uiteindelijk zo bepalend gaat worden dat wij het niet meer herkennen als iets wat wij erin gezet hebben, maar wat een voorwaarde wordt voor ons bestaan. Wie van u heeft er geen mobiel of geen smartphone? Heel goed, dat bedoel ik. Gooi hem weg, trap hem gewoon de grond in, kijk wat er met je gebeurt. Met andere woorden, de smartphone die sinds 2005 bestaat, is een bestaansmiddel geworden. Dat is een merkwaardig cultureel fenomeen. Dat wij steeds dingen uitvinden voor één bepaalde, zeg maar, om iets sneller en efficiënter te doen. En voor je het weet heb je nog minder tijd omdat alle dingen die eraan haken ook geconsumeerd moeten worden. En zo wordt het leven steeds hectischer. Heel eenvoudig. We snappen er niks van. Het zou toch langzamer moeten gaan, maar het gaat, want we hebben technologie ontwikkeld om het sneller te doen. En het gaat steeds hectischer. Hij had het door. Interessant. Dus er zitten dus een bepaalde nadelen aan die moderniteit. En daarom noemen wij zeg maar, die periode waarin wij nu leven het Anthropocene. Een van jullie emeritus hoogleraren Kronenberg heeft daar een mooi verhaal over geschreven als geoloog. Daar kunnen we op ingaan, maar dat laten we even liggen. Maar in ieder geval, het Anthropocene is de tijd waar in feite de interventie van de mens op processen op aarde uiteindelijk in een exponentiële manier, op een exponentiële manier, die processen zo is gaan beïnvloeden dat het hele, alle andere processen ook mee zijn gaan draaien. Dat is eigenlijk de situatie waar we in zitten. Dat is de escalator waar we op staan. En dat betekent dus dat de industriële revolutie de sociaal-economische equivalent van de oerknal was. Zo zie ik dat. Nou, dit was 1800. Dit ging nog prima hoor, allemaal toen. Dat was lekker, leuk. Dat ging niet zo prima, maar je kon elk moment vermoord worden. Het was niet allemaal zo best in het verleden. Maar laten we even naar de luchtkwaliteit kijken. Die was beter, hoop ik. Alhoewel, Londen moest je ook niet wonen rond 1900. Dus het is allemaal veel genuanceerder. Maar in ieder geval was dit de footprint. We zitten nu hier. Hopeloos. Er zijn nog twee
zeg maar, klimaatskeptici die goed door de lobby's betaald worden. Maar de rest is het toch wel mee eens dat het hopeloos is. Ja, dan kunnen we allemaal summits houden. Maar dit was natuurlijk in de 60 jaar en 70 jaren, waren de eerste aankondigingen daarvan. Silent Spring van Rachel Carson. Die voor het eerst, toen ik dat las voor het eerst in 1971. Toen snapte ik dat die kabeljauw die op mijn, zeg maar, op mijn bord lag, dat daar de insecticiden in zaten. Die uiteindelijk 200 meter verder op het weiland gespreid werden. En via de hele zeg maar, de ecologische cirkel, uiteindelijk via het vangen van die vis op de, bij Alaska of ergens boven bij Newfoundland, bij mij weer op mijn bord kwam. Dat was een cirkel. Dat snapte ik toen. En dat is een hele, ook toen de Torrey Canyon, ik weet niet of er zijn per mensen die het misschien nog weten, maar de Torrey Canyon was de eerste tanker die op de kust van Frankrijk kapot sloeg en voor het eerst een enorme oilspill had, 1967. Dat heeft mij toen ecologisch verlicht. Wel heel hard. Maar dat werd me toen wel duidelijk als 15-jarige jongen hoe het in elkaar zat. Dus we zijn niet veel verder gekomen dan dat volgens mij. Dat is een ontzettend dramatische constatering. Wat we snappen nu wel is dat het is niet, zit niet zo in elkaar, maar het zijn netwerken. En in die netwerken kunnen we al veel eerder zien dat er iets gaat gebeuren heel ver weg. Omdat dat een voorbode is van een exponentiële zeg maar, beïnvloeding die uiteindelijk het andere ook onderuit zal halen. Daar ga ik het over hebben. Deze twee systemen. Nou ja, we proberen met z'n allen het zo goed mogelijk te doen. Het gaat maar niet om personen, het gaat om systemen hier. Een structurele analyse. Dus het gaat maar niet om personen. Dat we denken dat we het echt voor elkaar krijgen, nou ja goed. We hebben nu een minister voor klimaat en economie. Laten we hopen dat dat gaat lukken. Ik werk heel veel met Jan Rotmans samen. Ken jullie Jan Rotmans? Rotmans is de agendaman. En die, hij zit bij ons ook op de UR. Onder studenten geven wij sustainability onderklassen. Het is verschrikkelijk dat je op een gegeven moment studenten krijgt. Sorry voor de student die hier zit, maar ik denk dat het hier iets verder is. Maar als ik van de Rotterdam School of Management of van het International Business Administration studenten krijg die geen enkel ecologisch besef hebben, vind ik dat wel heel dramatisch. Want dat zijn ook 15 jaar onze leiders. Hoe gaan wij dat doen met z'n allen? Oké, dit moet je wel snappen. Als je dat niet snapt, dan snap je niet wat er aan de hand is. Jullie kennen al dat schaakbord metaforen. Dus die schaakmeester, die Sjaar van Persie zegt tegen die schaakmeester van... Fantastisch, zeg maar, wat een fantastisch spel, zeg maar wat je wil. Hij zegt, nou ik wil maar één rijstkorrel en dan op elk vakje gewoon verdubbelen. En die Sjaar denkt van, kat in bakkie, dat kost me niks. Ongeveer hier is hij al heel zijn graanschuur kwijt en nou ja, die verdubbelt en op een gegeven moment... er is niet genoeg graan in de wereld om deze vakjes te vullen. Dat is exponentieel, dat weten we allemaal. Dat geldt natuurlijk ook zeg maar, voor een heleboel andere processen. Maar dit is waar we in zitten. Waar zitten wij nu? Zitten we nu hier? Of zitten we misschien nog hier? Laat ik er nu over. Maar in ieder geval is dit natuurlijk het urgente punt waar we over na moeten denken. En misschien hadden we daar eerder ook na moeten denken. Niet van een paar andere mensen. Dus iedereen die gelooft dat exponentiële groei even kan doorgaan in een eindige wereld, dat is het interessante, is ofwel krankzinnig of een econoom. Ik bedoel, blijf het maar verkopen, het verhaal. Blijf het maar verkopen. Dus Einstein had het door. Als je een probleem wilt lossen, dan kun je niet dezelfde concepten gebruiken waar het probleem uit voortkomt. We hebben een snelweg, we hebben een file, bouwen we nog een snelweg. Weer een file, bouwen we nog een snelweg, weer een file. Dus dat gaat niet lukken. Dus er zal een mindshift moeten komen. En die mindshift die moet bovendien in een cultuur komen die van een totaal andere orde is dan de cultuur waar de mensen die ouder zijn, de 40, die zijn in een boekcultuur groot. Die emancipatie ging over alfabetisering, over geletterdheid. Afgelopen. Wij zitten in een beeldcultuur. Ik weet niet hoe lang jullie op een dag op een scherm kijken. Maar de kids waar ik mee werk, we hebben grote projecten op basisscholen in Rotterdam-Zuid, VMBO's en MBO's, die staan op, kijken op een interface en gaan naar bed en voordat ze gaan slapen kijken ze ook nog even op een interface. Dus dat betekent dat ze de hele dag op een interface zitten. Tekst is een tekstbeeld geworden. Het probleem is, Peter Greenaway heeft dat ooit aardig aangegeven, is dat wij beelden niet kunnen lezen. Wij hebben niet geleerd om beelden te lezen. Daarom is de reclame zo ontzettend succesvol om ons verlangen te formateren. Wij zijn niet kritisch naar beelden toe. Naar teksten zijn wij kritisch, maar niet naar beelden toe. Dus, kijk even naar Dali, had dat ook door, hè? Jullie kennen dit schilderij van Dali? De buste van Voltaire, je ziet hem allemaal. Zien jullie de buste van Voltaire? Ja? Zien jullie ook die twee nonnetjes? Je kijkt of naar de twee nonnetjes, katholieke geloof, of naar de buste van Voltaire. Maar niet alle twee tegelijk. Een beeld heeft altijd een dubbele laag. Zien jullie het of niet? Ik ga even kijken of de pointer het doet. Doe de pointer. Nee, de pointer verdwijnt altijd op. Dit is leuk. Hier werkt wel, hier werkt hij niet. Zie je wel? Dus je ziet de buste van Voltaire en je ziet ook twee nonnetjes staan. Met witte defjes.
Dus je switcht heel de tijd. Ik zal hem even andere geven. Dit is er ook een van Dalí. Dat heet España, van het burger, heet nu tegenwoordig Catalonië. Maar dit is dus zeg maar España als vrouw die op een kastje leunt. En eigenlijk die gevechten in de woestijn. En je ziet of de gevechten of de vrouw. Eén van de twee. Je ziet of de totaliteit of de onderdelen. En wetenschap is niet veel meer dan, je ziet iets en je denkt van, wat is dat? En dan ga je alleen maar proberen in particulariteiten te vergelijken met een algemeenheid, waardoor je op een gegeven moment, of je doet het via een inductieve manier, kan ook. Maar in ieder geval gaat het steeds om de delen en het geheel. Oké, dus delen en het geheel, daar gaat het over. Kunnen wij nog een geheel percipiëren in deze wereld? Is dat mogelijk? Of zijn wij zo verstrengeld in alle complexe deelprocessen, dat wij alleen maar hoppen van het ene probleem naar het andere probleem? Dat is de vraag. Ik woon hiernaast. Dat is de Zwaan, zei ze in Rotterdam. Ik woon er nou, sinds dat die gebouwd is, 96 naast. Ik heb nooit een zwaan gezien. Wat ik zie is het paard van Troje. Brad Pitt zit nog net niet in de knik van zijn hals, hier. Maar dit is het paard van Troje. Waarom zeg ik dat? Om te laten zien dat beelden, totaliteiten zien, een normatief gegeven is. Op het moment dat ik tegen Abu Talib zeg, dit is een paard van Troje, dan baalt hij wel. Want dan gaan wij door de buik van het paard van Troje, vanuit zuid, door de buik van het paard van Troje, en je kent alle connotaties die eraan vastzit, naar het centrum toe. Naar Abu Talib. En als ik dan zeg, de kop van zuid is niet de kop van zuid, maar de kont van noord, dan zijn de rapen gaar. Maar wat ik hiermee aangeef is dat een beeld, een denkbeeld, normatief is. En ons op een bepaalde manier in de wereld zet. Met andere woorden, de denkbeelden die wij hanteren op dit moment, zijn achterhaalde denkbeelden om een wereld te denken waarin wij op een totaal andere manier leven. Dat is de omslag die ik wil laten zien. Anders denken vecht anders kijken. Ik wil dus laten zien dat wij paradigmatische metaforen hebben die ons systeem als het ware formateren om dingen te zien zoals ze zijn. Is dit een zonsondergang of is dit een zonsopgang? Dames en heren wetenschappers. Ja, na dit verhaal moet het haast een ondergang zijn, hè? Het is nog een ondergang, nog een opgang, sinds Galilei in ieder geval. Zullen we even wetenschappelijk denken? Met andere woorden, er gaat niks op en er gaat helemaal niks onder. Maar wij zien het wel zo. Zeker die bosrozen. Dus op de een of andere manier hebben wij beelden voor dingen die wetenschappelijk gezien heel anders in elkaar zitten. Als je dit doorzet naar de huidige, zeg maar, problematieken, dan zou het ook wel eens kunnen zijn dat wij met een bepaald beeld hebben waarmee we ernaar kijken, terwijl we een ander beeld zouden moeten hebben om het te begrijpen wat daar gebeurt. Veel wetenschappelijker. Zo zien wij tegenwoordig bijvoorbeeld in het onderwijs dat bewegen, wat vroeger een beetje vrije tijd was, steeds belangrijker wordt voor die kids, omdat die neurologie ontwikkeld moet worden op dat moment. En als je niet beweegt, dan gaat die neurologie, dan worden die kanaaltjes niet gegraven in je hoofd. Dus minder concentratie, dus minder aandacht, dus minder schoolprestaties. Dat is een heel andere benadering. Oké, dit is dus geen zonsondergang. Wij hebben een piramidale oriëntatie. Dat danken we onder andere aan de kunstgeschiedenis en aan de manier hoe geschilderd werd en hoe wij gealfabetiseerd werden door de kerk. Raphaël leidt ons oog altijd naar boven toe. Naar de hemel. Dat is ook de bedoeling. Dat is ook bewust zo gedaan. Dat heet een driehoekscompositie. Zo wordt het geschilderd. Maar wij zitten er nog steeds in. Wij leren Maslow. Wij leren Bloom's taxonomie. Wij hebben op een gegeven moment gewoon een idee van de piramide van de macht. En dollar, Trump's dollar, daar staat een piramide op. Met andere woorden, wij worden onderwezen in die piramidale manier van kijken. En als je nog even herinnert, die twee mensen op die roltrap, die staan daar op een piramidale vector naar die vooruitgang. Dat is een piramidale vector. Wij hebben een lineair progressieve opvatting van de manier hoe ons leven verloopt. Een lineair progressieve manier. Oké, ik denk dat dit wel gold, maar voor langzame tijden gold dit. Voor beperkte tijden. Ik bedoel, wat wij hier op aarde, Newton heeft het keurig doordacht, maar Einstein heeft toch al een aantal dingen laten zien die op een andere schaal heel anders werken. Dus misschien is het zo dat wij een schaalsprong moeten maken. Dit was de laatste farao, die nog één keer een piramide erbovenop zette, Mitterrand. Dus het is echt een ding, een machtsding. Dit hebben wij nog steeds. Hè? Wij zeggen dan in het bedrijfsleven top-down doen we niet meer, we doen bottom-up. En dan kijken we heel intelligent en lijkt het net alsof we iets totaal anders zeggen. Maar bottom-up is top-down. Top-down is bottom-up. Je ontmoet dezelfde problemen in de aanpak van top-down als van bottom-up. Exact dezelfde problemen. Dus de vraag is of deze verticale en horizontale oriëntatie nog wel
helpt als wij dingen willen doorgronden. Goed, zo is het begonnen, hè? Je duwt een dode heerser in een hele grote piramide. En in de Renaissance geven we een ontzettende rotschop die piramide. Flop, valt die om, hebben we ineens geschiedenis. En een punt op de horizon. Nog steeds staat het er. Een stip op de horizon. Welk je op een rapportje ook leest. Dus, met andere woorden, dit is gewoon een omgeschopte piramide. Er verandert niks. He, want hierachter, het is echt zo plat als een dubbeltje, hoor. Perspectiefleer. Renaissance. In perspectief plaatsen is eigenlijk toch dezelfde metafoor als die piramide. Alleen nu staat hier aan het eind de utopie en niet meer de hemel. Als we dus naar die horizon gaan, hè, dat is de toekomst, dan blijkt die exact hetzelfde te zijn. Dus, met andere woorden, is er wel een horizon? Wij denken nog steeds een horizon. Echt in elk beleidsstuk staat stip aan de horizon. De grote vraag is of dat een adequate manier van perceptie is. Toen dit gebeurde, veranderde dat namelijk. Toen in 57 de Sputnik omhoog ging met het hondje Laika, toen zagen we ineens geen aarde meer, maar een globe. En toen beseften we dat de verbinding op die globe niet meer via horizontale lijn of verticale lijn ging. Dat horizontaliteit of verticaliteit eigenlijk alleen maar een segment uit een veel grotere beweging was. En die beweging was uiteindelijk dit. Feedback loops. 50e jaren, cybernetica, systeemtheorie, structuralisme. Het zijn allemaal, zeg maar, manieren van denken waar we plotseling snappen dat zaken op een andere manier dan via lineaire, progressieve lijnen verbonden zijn. En het grote, zeg maar, paradigma werd op dat moment eigenlijk een feedback loop. Ik bedoel, daar danken we onze computers aan, onze smartphone. Simple as that. Zo zijn wij verbonden met elkaar. In een gedigitaliseerde wereld is er geen sprake meer van dichtbij of veraf. Hoe bedoel je? Vroeger moest je met een boot naar Australië als je naar je kinderen toe moest. Nu ga je gewoon skypen. Boven en beneden, geldt dat nog? Is het zo dat je als je thuis achter je computer zit, ben je dan binnen of ben je dan buiten? Is virtualiteit, hoe laat is het in de virtualiteit? En waar is die precies? Dus al die oude opposities die wij hanteren om de wereld te interpreteren, die zijn helemaal op zijn kop gegaan in het digitale tijdperk. Dus dit is de manier waarop wij verbonden zijn met z'n allen. Wij zijn eigenlijk geen piramidetjes, wij zijn die puntjes geworden. Knooppunten in netwerken. En de materialisatie daarvan is een smartphone. Wij zijn het centrum van de wereld. En als die kids op het mbo zeg maar een minuut niet geappt zijn, gaan ze echt twijfelen aan hun bestaan. Ik weet niet of u twijfelt aan uw bestaan, maar als u uw computer kwijt bent, dan gebeurt er ook heel wat. Oké, dus dit is een andere verbindingsvector. Als je die toepast op de wereld, krijg je een andere wereld. En laten we eerlijk zijn, die wereld is er al lang. Wij doen dit al lang. Alleen we denken het via de piramide, die niet toereikend is. De oplossingen die wij zoeken, zoeken we via de piramide, die niet toereikend is. Dat wil zeggen de macropolitiek, de geopolitiek. Dus laten we eens nadenken wat dit betekent. Dit betekent dus dat iedere feedbackloop begint bij jezelf. Als ik ga lopen en ik ontmoet niks, ben ik over een paar jaar ben ik terug op dit punt. Ik denk wel dat ik de hele tijd rechtuit gelopen heb, maar het is een cirkel. Met andere woorden, het lineaire is een aspect van een cirkel. In een wereld waar geen externalisering meer mogelijk is, is there anybody out there, kan iemand me helpen. Als er geen externalisering meer is, dan is alles met alles verbonden en komt het op een gegeven moment bij je terug. Het grootste beweging daarvan heet climate change. Het is wel heel groot, hè? Ik maak hem straks heel klein voor je. Want alles heeft zijn schaal. Dus wat voor mensbeeld zit daar nou achter? Wat is de menselijke conditie eigenlijk? Is dat nog steeds die man van Vitruvius, van Da Vinci? Of is dat nog steeds zeg maar, het autonome subject wat in de moderne tijd of door Marx of door Hegel of door Kant neergezet is? Of is dat een ander wezen? Zit die anders in elkaar? Werkt die anders? Functioneert die anders? Dus laten we eens kijken wat die menselijke conditie is. Dit is wat wij doen. Dit is wat wij doen. Eigenlijk zijn wij geworteld in onze media, in onze middelen. Het Latijnse woord voor wortel is radix, kom radijsje vandaan. Radicaal betekent alleen geworteld. Wij zijn geworteld in onze middelen. Als ik u zou vragen, doe al uw media nu even af uit
dan wordt het een blote aangelegenheid hier. Een bril is een medium. Een pacemaker is een medium. Een smartphone is een medium. Een auto, een vliegtuig. Eigenlijk is onze kleding ook een medium. Want we zien er niet allemaal hetzelfde uit. Wij hebben iets voor met het je zo kleden zoals je je kleedt. Met andere woorden, dat zijn allemaal media die onze identiteit uitmaken. Als we al die media zouden afleggen, wat blijft er dan over? In ieder geval een organisme met twee armen, twee benen, een romp en een hoofd. Oké. Maar op het moment dat wij het zelfbewustzijn nadenken over onszelf, in die reflexieve beweging, zijn die media maatgevend voor wie wij zijn. Dus de maat van die middelen, de middelmatigheid, de radicale middelmatigheid, is onze bestaanspositie. Dat doet pijn, zeker als we onszelf als geniaal zien. Maar als we technologisch doordenken, zou het best wel zo kunnen zijn. Higgsdeeltje. Ik bedoel, wat is er belangrijker dan het Higgsdeeltje? Als dat er niet is, flikkert toch alles uit elkaar, of niet? Hoe zien wij het? Kun je het zien? Nee, je kunt het niet zien. Bij het CERN hebben ze allemaal ernaar gekeken, maar wat ze zagen was een interface met een geïmpliceerd beeld. Waaruit kon worden besloten dat het Higgsbeeldje moest zijn. Wij kijken dus, om de werkelijkheid te zien, altijd op interfaces. Sterker nog, dit is eigenlijk hoe wij naar de werkelijkheid kijken, hoe diep we ook gaan. Ja, of we nou uiteindelijk ons DNA ingaan, of een RMI-scan, of onze neurologie. En hoe ver we ook gaan, of het nou een singulariteit, een zwart gat, een supernova, of een Higgsdeeltje is, maakt niet uit. Het zijn allemaal interfaces. Onze werkelijkheid is totaal interfaciaal. En wij geloven die beelden. Let wel, als je van dakken valt, ben je dood. Dus het betekent niet dat dit alles zegt over ons organisme. Die twee armen, die twee benen, die romp en dat hoofd. Maar op het moment dat we het zelfbewustzijn, op het moment dat wij betekenis geven aan ons bestaan, gaan dit soort dingen spelen. Wat is werkelijkheid? Ook dat had Bloemen door. Dus media literacy is waanzinnig belangrijk. Mediawijsheid is de nieuwe geletterdheid die wij moeten ontwikkelen. Dus niet schrijven en lezen en schrijven. Dan werkt browsen. Dus de huidige mens zou ik zeggen, als je vraagt naar zijn menselijke conditie, is radicaal middelmatig. Laat ik het anders formuleren. Wij zijn onkritische consumenten van onze eigen media. Zo zou je hem ook kunnen herformuleren. En dat is die man en die vrouw op die roltrap. Die denken niet na over, waar sta ik nou precies op? Is dat de wereld? Of is dat een ding wat we gemaakt hebben, waardoor de wereld sneller en efficiënter gaat? Maar als ze niet meer werken, kunnen we dan niet gewoon gaan doorlopen? Kunnen we het medium loslaten? Kunnen we onze radicale middelmatigheid loslaten? Dat is een doen-definitie. Nou wil ik naar een doen met een N-definitie. Daar ging dat boek over, hoe westerse en oosterse verlichting om elkaar endt. Dit kan niet. De Amish hebben ook een beslissing genomen in 1863, geloof ik. Maar ik denk niet dat dat iets voor ons is. Ik ben ook geen technofoob. Helemaal niet. Dat is mijn punt helemaal niet. Mijn punt is, het onkritische comfort is mijn punt. En de illusie ophouden dat je autonoom bent. Dat is mijn punt. Ik bedoel, als je een slaaf wil zijn, moet je gewoon een slaaf zijn. Er zijn mensen die vinden het heerlijk om een slaaf te zijn. Hoef je niet na te denken, het wordt allemaal voor je geregeld. Je moet een beetje harder werken. Maar als je echt je autonomie, dus het kernstuk van de westerse moderniteit en de verlichting, omhoog wil houden, moet je je nu afvragen, waar ligt mijn autonomie in die wereld? Anders gezegd, activistisch, wat kan ik nog doen? Dus er moet een paradigmawisseling plaatsvinden en er moet een mindflip plaatsvinden. Van doen denken naar doen denken, heb ik het maar genoemd. Dat had natuurlijk Rachel Carson ook al door. Dit is natuurlijk niet... Dit is het niet. Dit is het. Netwerken is het beeld wat wij nodig hebben en niet piramides. Dus dit is niet de oplossing. Hier gaat het niet meer lukken. Hier gaat het niet meer lukken. Connectome, kennen jullie dit programma in Amerika? Een heel groot programma wat Obama ingezet heeft. Net zoiets als het genoom in de 90e jaren, maar het connectome gaat over wat zijn de primaire bouwstenen van onze neurologie? Dat zijn niet afzonderlijke neuronen, nee, dat zijn de verbindingen tussen neuronen. Die zijn primair. De relatie is primair. En dan pas zijn er de dingen die verbonden worden met elkaar. Een hele rare contra-intuïtieve gedachte. Maar de relatie is dus primair.
Dat wil zeggen, als we dit toepassen op netwerk, het netwerk is primair en de mens is een knoop in netwerken. Dus we moeten op deze manier gaan denken. Dit Bruno Latour, die probeert dit helemaal te doordenken, hoe de wetenschap uiteindelijk zeg maar op een bepaalde manier via translaties tot die algemeenheden komen, waarbij we al die translaties verreden in een black box gooien, niet meer in die box kijken en vervolgens het experiment overal kunnen gaan doen. Latour laat zien dat de relatie tussen mens en media bijvoorbeeld, dat is geen kwalitatief verschillende relatie. Media en mens, McLuhan zei dat ook al, zitten bovenop elkaar. Hij noemt het geen actoren, maar actanten, om het een beetje zeg maar anders te duiden. Dus wat wij uiteindelijk in de mediasamenleving en de netwerksamenleving moeten leren denken en onszelf leren denken is hoe wij als knooppunten in netwerken functioneren. Op allerlei verschillende schalen. Grote schalen, kleine schalen. Als je dus een groot probleem hebt, climate change, waar je eigenlijk helemaal niks mee kan doen. Mijn studenten van die ondersklas zijn gewoon 3 weken depressief als ze dit echt tot zich hebben door laten dringen. De grote vraag is, hoe kun je dat downscalen op zo'n manier dat er een schaal komt waarop jij je autonomie weer kan pakken? Met andere woorden, verlicht kunt zijn in de terminologie van de westerse verlichting. Dus dit is de paradigmaslag. Van de piramide naar de netwerken. Of zoals Gilles Deleuze dat laat zien, van de boom naar het rizoom. Wat betekent dit nou concreet? Want dit is een mooie analyse, leuk filosofisch entertainment. Maar wat betekent dit concreet? Het betekent eigenlijk dat wij het hele idee van tussen, tussenin, intussen, moeten gaan herdenken. Relaties zijn eigenlijk vormen van interesse. Interesse in het Latijn betekent gewoon tussen zijn. Radicale middelmatigheid omzetten in interesse is een interessant emancipatorisch project. Hoe kun je mensen weer vanuit die affectieve stupor waar ze in verzeild zijn geraakt omdat ze bij God niet weten wat ze nog kunnen doen, terugbrengen naar een actieve houding waarin ze dat kleine wat ze kunnen doen, zo doen dat het in de aanhaking met al die andere kleine dingen misschien een bepaald transitie tipping point zou kunnen realiseren. Dit is de wens. Voor mij zit er weinig ziel in. Daarom ben ik ook met de Oosterse verlichting bezig natuurlijk. Daarom is ook dat niets zo belangrijk, maar in een affirmatieve zin. Maar dit ontstaat doordat er een reflexieve beweging via een andere lijn gemaakt wordt en dan ontstaat er een kern. In die zin is het een knoop. Wij zijn pas iets als we die verknoping hebben doorgemaakt. Dat noemen filosofen zelfreflexiviteit. Maar het is een ander beeld ervoor. Dus ik praat niet meer over individuen, ik praat over interviduen. Dat lijkt me een veel betere term voor de huidige situatie waarin wij zitten. Een individu is een wezen wat eigenlijk bestaat omdat hij in de verknoping van al die netwerken en een zelfreflexieve loop een soort identiteit ervaart. Zonder die netwerken ben je niks. Tegenwoordig heet eenzaamheid het gebrek aan netwerken. In Rotterdam is dat een big thing. En nu snapt u het waar ik naartoe wil. Als we ecologisch willen leren denken, echt ecologisch willen leren denken, zullen wij een totaal besef moeten hebben van onze technologie en de medialiteit daarvan. En we zullen moeten snappen dat het niet om lineariteit gaat, maar dat die lineariteit een klein aspect is van een veel grotere beweging die circulair is. Hoe kunnen wij van deze moderne verlichtingsgedachte langzaam naar deze circulaire economie komen? Wat voor soort mindset moet er, en daar komt de crux voor mij, in het onderwijs ingezet worden en geleerd worden om te kunnen functioneren op een andere manier in die wereld die dat nodig heeft. Betrokkenheid is geen keuze. Ik heb in de tijd geleefd waar betrokkenheid een keuze was. Je solidariseerde je met de derde wereld, whatever. Tegenwoordig is betrokkenheid geen keuze meer. Je bent betrokken, onverschilligheid is een keuze. Je bent betrokken, elk moment. Smartphone, informatiesamenleving. Dus de vraag is hoe wij een dergelijk beeld van netwerk en een mens als een knooppunt in netwerken, eigenlijk komt het erop neer, hoe kun je dat in je curriculum zo verwerken dat die mindset ook langzaam in je zelfbewustzijn komt. Ik doe hem heel snel, want dan kunnen we nog wat vragen stellen. Om 1:30 moeten jullie weer terug, geloof ik. Oké. De ecosofische, je snapt, ik heb het niet over filosofie, maar over ecosofie.
Dit gaat niet meer over filosofie. Filosofie is een witte mannen ding, wat gewoon millennia lang zeg maar, erin geplucht is. Het gaat over ecosofie. Allereerst moet je snappen dat gezondheid, want daar gaat het over geloof ik. Net zoals de World Health Organization zegt, het is een fysieke, sociale en emotionele uitdaging. Dat is waar het over gaat. Gezondheid heeft drie lagen. Fysiek, sociaal, mentaal. Dat betekent dat leerprocessen altijd ook die drie dimensies moeten hebben voor mij. Dus er is een soort drievoudige duurzaamheid. Er is niet alleen fysieke duurzaamheid, er is ook sociale duurzaamheid. Vroeger heette dat zorg. En mentale duurzaamheid, een leven lang leren bijvoorbeeld. Fysieke duurzaamheid kent een kleine schaal, kent een grote schaal, laten we het zo zeggen, climate change. Maar de kleinste schaal van fysieke duurzaamheid is in feite de manier waarop jij eet en jij in je directe omgeving, zeg maar, aanhaakt bij al die andere processen. Die hebben met elkaar te maken. Het feit dat ik een hamburger in mijn hoofd stop, heeft te maken met het feit dat het regenwoud toch steeds verder gekapt wordt om daar die koeien te laten grazen waar die hamburgers van gemaakt zijn. De methaanuitstoot die daaruit voortkomt, heeft iets te maken met mijn keuze in de supermarkt om die producten te kopen en niet die producten te kopen. Met andere woorden, als we hem helemaal downscalen, zijn wij deel van de oplossing of deel van het probleem. Ik weet niet of iedereen vegetariër moet worden, weet ik niet. Flexitariër is ook genoeg. Maar als we allemaal flexitariër zouden worden en één dag geen vlees zouden eten, zou dat een enorme hoeveelheid energie vrijmaken voor een enorme grote groep op de wereld. Maar je snapt dat hier de autonomie niet meer de autonomie is van iemand die zijn, zeg maar, zijn successen kan gaan cashen. De autonomie is hier een onderdeel van, dat jij snapt dat jij in een veel grotere beweging iets doet, die op een gegeven moment door de kwantiteit een bepaald tipping point bereikt. We moeten dus veel deemoediger zijn. Je snapt hoe zenboeddhisme en de oosterverlichting hier binnenkomt. En die deemoed, die tegenover de hubris staat van de moderne mens, is misschien iets wat wij ook in het onderwijs zouden moeten leren. Het belangrijkste daarin zijn de 21st century skills. Als je kijkt wat wij nodig hebben in de 21st century skills, dan zie je dat we vier C's nodig hebben. Collaboration, critical thinking, creativity en communication. De belangrijkste zijn collaboration en communication. Dat zijn aparte skills, die moet je leren. Vroeger dachten ze, als je een universitaire opleiding had gedaan, dat je ook les kon geven. Volstrekt idiote gedachte. Dus de twee, dat komt samen in een andere skill, en dat is lifelong learning. Als je dat intikt, in het Nederlands, leven lang leren, verbetert Windows het. Levenslang leren, dat is een straf. Moet ik nog een boek lezen? Moet ik nog een examen doen? Terwijl interesse als basisstructuur maakt dat jij voortdurend open staat naar wat er aan zich aandient. En dan zijn er twee nieuwe geletterdheden. Wat wij moeten leren volgens de UNESCO 21st Century Skills is digital literacy, mediawijsheid en environmental awareness. Ik noem dat maar eco-wijsheid. Oké, dat zijn de twee belangrijkste dingen. En dan is de vraag, hoe je dit uiteindelijk met de rol van de technologie, wat betekent dat? Voor mij is ecologie heeft niks met natuur te maken. Helemaal niks. Lucebert heeft een prachtige dichtregel. De mens is een kruimel op de rok van het universum. De natuur is ook niet geïnteresseerd in de mens. We hebben al zoveel uitstervingen gehad, dit gaat ook nog wel. Waar het om gaat is in de ecologie is zelfbewustzijn en technologie. Dat is waar wij verantwoordelijk voor zijn en wat wij gemaakt hebben. En daarbinnen, binnen zelfbewustzijn en technologie, kunnen wij het verschil maken. Dus dat is de crux van ecologie volgens mij. Dat betekent in feite dat wij met een ander begrip van duurzaamheid en het besef van die radicale middelmatigheid die omgezet moet worden in interesse, eigenlijk een tweede verlichting nog in moeten gaan met z'n allen. Ik weet niet of we de tijd ervoor hebben. Maar ik probeer hier even systematisch te denken en niet dramatisch te denken.